2 voor het maken van een drieslagfolder. We gaan nu even kijken hoe we het logo van Optiekhuis Elspeet kunnen downloaden. Het handigste is eigenlijk gewoon dat je even naar Google toe gaat. Dus we gaan even Google opzoeken. En als we Google gevonden hebben, dan kunnen we het handigst googlen op. Zo doen we dat meestal. Optiekhuis Elspeet. En ze staan er al bij. En als je daar dan achter typt het logo. En je gaat vervolgens kijken bij afbeeldingen. Dan kom je waarschijnlijk het logo wel tegen. En hier zien we eigenlijk al een hele mooie staan. Volgens mij is dit al een heel goed voorbeeld. We gaan even kijken wat er gebeurt. Als we erop klikken, komt er dit uit. En je ziet dat die 1429 bij 266 is. Dit is hartstikke groot. Dus dat is hartstikke mooi. Druk op control. Tenminste in dit geval op rechte muisknop. En dan download gekoppeld bestand. Of afbeelding en download is nog beter. Dan komt dus in downloads te staan. Daar staat hij nu in. En daarmee hebben we het logo in ieder geval binnengehaald. En het logo hebben we nu groot genoeg en kunnen we ook gebruiken op onze folder.